Als ik het even goed heb, dan hebben we aan de lijn mevrouw Astrid Elburg. Goedemiddag. 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 We hebben contact met u gemaakt in verband met Black Dutch Entrepreneurs. Even goed om de luisteraars te vertellen, mevrouw Elburg is. En waarom zeg ik dat? Toen ik dat bericht lanceerde, kreeg ik zoveel feed van, hey, ga je met de praten groter voor me? Terwijl ik niet wist dat mevrouw Elburg dus bestond. Wie is mevrouw Elburg? Jeetje, dat is een grote vraag. Ik ben Astrid Elburg. Ik kom uit Amsterdam. Oké. Jeetje. Wie is Astrid Elburg? Ik ben organisatieadviseur. Mm-hmm. Dus ik kom in heel veel organisaties. En dan train ik mensen in een aantal dingen. Leiderschap, ethiek en mentale weerbaarheid. Dat doe ik. Ik doe het op allerlei niveaus. Maar ik ben ook executive coach. Ik doe bijvoorbeeld mensen, dat heette de Global Workforce. Dat zijn mensen bijvoorbeeld bij het Internationaal Gerechtshof. Ook bij allerlei organisaties die te maken hebben met globalisering. Maar ik heb ook een poot en dat is dat ik geïnteresseerd ben in de leiderschapskwaliteiten van onze eigen mensen in Nederland. Wat bedoelt u met onze eigen mensen? Afro-Caribische mensen. Ja, oké, helder. En dan heb ik een andere poot, dat is ik ben bestuurder in Amsterdam. Bestuurder en raad van toezicht van een aantal organisaties, een stuk of 7 in Amsterdam. Dus ik bekijk het ook vanuit een strategisch niveau. Waar zijn onze mensen? Hoe ontwikkelen ze zich? Waar lopen ze tegenaan? En daarnaast ben ik ook nog dus docent voor een vak aan de VU onder andere, maar ook aan de Radboud. En dat heeft alles te maken met inclusive leadership of met character building. Mm-hmm. Dus ik ben voortdurend bezig met de ontwikkeling van mensen in organisaties. En heeft mevrouw Elburg tijd voor zichzelf, of ik het zo hoor? Dit is tijd voor mezelf. Okay, want ik leef mijn werk. Oké, de passie. En alles wat ik doe, daar krijg ik ontzettend veel energie van. Oké, mooi, prachtig. Oké. Een Black Dutch Entrepreneur. Waarom juist zo'n organisatie? Ik heb de neiging om te zeggen waarom niet. Oké. Okay. Maar wat ik zie is dat zeker 2 decennia... zit ik een beetje te kijken naar die samenleving. En ik zie dat Afro-Caribische mensen een beetje achterblijven als het gaat om het entrepreneurship, ondernemerschap. Omdat ik hoog in die organisaties zit, maar ook op universiteiten, zie ik hoe jonge mensen gestimuleerd worden om hun ondernemerschapskwaliteiten te ontwikkelen. In dit verband zie ik het vooral aan de kant van witte jongprofessionals. Dat wordt heel erg gestimuleerd omdat wij weten dat de arbeidsmarkt tussen nu en 20 jaar heel erg gaat veranderen. Onder aanvoering van technologie, maar ook omdat wij ontzettend veel experts in Nederland krijgen. Heel veel mensen die op een andere manier werken. In dat verband zie ik Afro-Caribische mensen toch een beetje achterlopen. Een beetje wij of weten, gewoon achterlopen? Behoorlijk achterlopen. Okay. Wij weten dat de arbeidsmarkt gaat veranderen. Maar wij zien dat onze jonge mensen nog steeds zitten in kennisgebieden, waarvan wij weten dat daar de klappen gaan vallen. Veel ondersteunende taken. Maar hoe kan dat dan? Kiezen ze voor de beroepen dus die uitsterven? Hoe kan dat? Ik ben bijna 80, dus ja, dat probleem zie ik ook hoor. Ja, nou weet je, het grote probleem van ons ook is dat we ons altijd afvragen hoe iets komt. Uh-huh. Maar dat gaat ons niet helpen. Okay. Wij moeten gewoon dingen constateren, het is zo, en van daaruit verder. Mm-hmm. Wij besteden ontzettend veel energie en onderzoek in hoe is dat gekomen. Mm-hmm. Dat is niet belangrijk. De constatering dat het zo is, mm-hmm, en dan vervolgens gaan bedenken welke strategieën hebben we nodig om, mm-hmm, verder te komen, mm-hmm, dat is een beetje mijn ding. Dus als ik het goed begrijp, zegt u, wij zijn in ons denkend niet oplossingsgericht. Nee. Okay. En je moet je voorstellen, het Centraal Bureau voor Statistiek, het CBS,
heeft al zeker 10 tot 15 jaar hebben ze keiharde cijfers over de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Daar zitten wij ook tussen. Dus hoe het komt, dat wordt door anderen onderzocht. Anderen met hun vaste banen. Eigenlijk moeten we daar conclusies uit trekken en zeggen, oké, als het is zoals het is, hoe kunnen we dingen veranderen? Wat hebben wij nodig als individuen, maar ook als groep, om onze strategieën te veranderen, zodat wij wel mee kunnen in de stroom van die ontwikkelingen? Dus de vraag, hoe is dat gekomen, moeten we ons niet stellen. Okay. Het is zoals het is en van hieruit moeten we verder. Uh-huh. En dat is het oplossingsgerichte. Uh-huh. Oké. Okay. En als we eenmaal zo'n organisatie hebben, welke vleugels of welke wieltjes moeten we die organisatie geven, waardoor die groep, want dan praat ik even 20 na 40ers uit de Caribe, Suriname, Antillen, noem maar op, zich daarin sterk moet maken? Nou, één belangrijk iets wat wij gedaan hebben bij Black Dutch Entrepreneurs, is dat wij focussen op leiderschap. En leiderschap, dat is niet zoeken naar een leider. Maar leiderschap is mensen trainen, programma's maken, specifiek voor onze groep, om te kijken wat wij nodig hebben en welke individuen doen het al. En wat voor programma's hebben we nodig om onze mindset te keren. Dat is één. Dat is één van de dingen die ik doe. Dat is mijn expertise. Dat is één. Twee, wat wij aan het doen zijn, is dat wij zijn gaan kijken welke mensen hebben wij in de Afro-Caribische gemeenschap. Surinamers, Antillianen, Afrikanen. Ze hebben een melee gemaakt van mensen uit verschillende groepen. Ja, dus uit verschillende nationaliteiten. Want wat mij persoonlijk is opgevallen, is dat de verschillende groepen verschillende strategieën hebben om succesvol te worden. En wij kunnen van elkaar leren. En die samenwerking hebben we heel bewust opgezocht. Wat zien wij namelijk? Surinamers klagen vaak over twee dingen. Wij gunnen elkaar niks. En wij kunnen niet samenwerken. Wat wij aan het doen zijn, is dat wij zijn gaan oefenen met elkaar over hoe gaan wij dit varkentje wassen? Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij gaan leren elkaar meer te gunnen? En hoe gaan wij oefenen met samenwerken? Want dit is iets wat waar we al decennia over klagen. Uh-huh. Maar we blijven bij dat klagen. We doen er niks aan. Okay. En de enige die er iets aan kunnen doen is wij zelf. Okay. Ik zit hier met twee andere heren die popelen om zeker met u verder in gesprek te gaan. Ik geef een stokje over aan mijn vriend Frederikus, de heer Pinas. Ja. Hij gaat hier verder dus met u. Ik kom zo terug. Ik heb hier aan mijn linkerzijde, rechterzijde, de heer Roof Verwij. En hij heeft op dit moment iets gelanceerd hier in Rotterdam. En ik denk dat u daarop ook zou kunnen inspelen. Maar we gaan eerst naar Frans. Nou, het is een hele simpele vraag hoor. Aan de aanleiding van uw antwoord. U zei, wij gunnen elkaar niks. Hoe bedoel je nee, dan? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, we gaan oefenen. Wij roepen dat al decennia lang. Ja. Als je praat met Surinamers, hoor je een van de eerste dingen is, ja, maar wij gunnen elkaar niks. Ja. Maar is, dus ik heb onderzoek gedaan, ik heb met mensen gesproken en dit is het eerste wat we roepen. Ja, maar is dat klopt dat beeld wel? Ja. Is het waar? Dat we elkaar niks kunnen? Luister, als wij dat roepen, dan betekent het dat er een behoefte is. Ja. Snap je? Dus als mensen dit roepen, onafhankelijk van elkaar, dan betekent dat er een enorme behoefte is aan iets waar we kennelijk niet goed in zijn. Dus daar ben ik naar gaan kijken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we elkaar meer gaan gunnen? Welke mindset moeten we hebben? En welke vaardigheden moeten we hebben? Toevallig heb ik een boekje erover geschreven over de gunfactor. Mm-hmm. En ik heb er onderzoek naar gedaan van waar zit dat dan precies. Dus als je zegt van u vindt dat, ik vind dat niet. Vraag maar gewoon rond in de Afro-Caribische gemeenschap. Dat is een van de eerste dingen die ze zullen roepen. Okay. Nou, dat is duidelijk. Want, maar ik denk, ja, ik haal toch de Surinaamse groenten bijvoorbeeld bij een Surinaamse ondernemer. En, ja. En dat is voor mij gunnen dan, ja. Denk ik dan. Ja, en wat men ook zegt daarbij is, wij gunnen elkaar niks, wij werken heel slecht samen. Mm-hmm. En drie, wij betalen elkaar niet.
Wij willen elkaar niet betalen voor de diensten die wij leveren voor onze expertise. Rook, kan je daarin vinden dat we werken niet samen, we gunnen elkaar niks. Maar voor mij heb jij jaren in een soort black ondernemerschap gezeten, of vennootschap, klopt het? Ja, dat klopt, maar ik kan het helemaal onderschrijven wat mevrouw Elburg zegt. Omdat, wat jij zegt, ik heb jaren, wij zijn de uitzonderingen. Mm-hmm. Ja. Omdat je op een gegeven moment, kijk, als ik historisch terug mag gaan, wij zijn degene die dus ook vallen onder de noemer allochtonen, zeg ja, maar. Ja, ik, wij zijn degene, heb ik het over wij, de Surinamers, de die hier gekomen zijn, uh-huh. Die qua taal totaal geen achterstand hadden, uh-huh. Die qua kennis sowieso mee konden doen vanwege onze achtergrond, onze opleiding. En maatschappelijk gezien konden we zo onze draai vinden, maar wat hebben we? Dus je kan jezelf makkelijk die vraag stellen van wat hebben we tot nu toe bereikt als groep? Okay. En ik vind dat Niks. Je dan mag zeggen van we hebben veel te weinig okay. bereikt. Maar. Mevrouw Elburg, wat meneer Verwij nu zegt van wat hebben wij als groep? Veel te weinig, zegt hij, en dit is een hele echte ondernemer dan, die het herkent, die klappen van het zweep. Wat hebben wij? Hoe komt het dat wij niks hebben dan? Wacht even, de vraag is weer niet, hoe komt het? We moeten onszelf die vragen, hoe komt het? Mm-hmm. Wij zijn heel erg goed in altijd vragen, hoe komt het? Mm-hmm. Wat wij moeten doen is, wat meneer Verwij zegt, dit is wat wij constateren, punt. En hoe kunnen wij het verbeteren? Ja. Dus niet hoe komt het, want anders zetten we onze energie in onderzoek om te kijken naar achteren. Mm-hmm. Wat wij moeten doen is dat wij zeggen, en meneer Verwij zei letterlijk, zei ook wat uitzonderingen, ben ik het erg mee eens. Maar wij moeten gewoon kijken, waarin blijven wij achter en wat moeten wij ontwikkelen om verder te komen. En als je zegt, okay. Hoe komt het dat wij niks hebben? Ja. Wat er aan de hand is dat ik, en dat heb ik gezien de afgelopen decennia, we zijn heel erg veel bezig geweest om te kijken hoe dingen komen. Dus al onze energie gaat in, hoe komen de dingen? Waarom zijn dingen zo? Mm-hmm. Ik vind het prima dat historici en politici zich daarmee bezighouden, advocaten en activisten. Ik vind het prima dat ze zich daarmee bezighouden. Maar als je de diversiteit aan kwaliteiten in onze groep zou benutten, dan zou je mensen naar voren moeten schuiven die zeggen, oké, dit is wat wij constateren uit dat onderzoek. En dan moeten andere mensen naar voren schuiven die de kwaliteiten hebben die zeggen, en nu gaan we het veranderen en zo gaan we het veranderen. Dus wat hebben we laten liggen? Wij hebben laten liggen mensen die wellicht programma's konden maken. Niet alleen maar lezingen konden houden en onderzoek konden houden. Maar ook mensen die konden zeggen, van, en zo gaan we het doen, zo gaan we het doen. Dat hebben we laten liggen. Ja. Als ik in Rotterdam kom, ik ga je een voorbeeld geven. Ik kom uit Amsterdam. Mm-hmm. En de afgelopen tijd, wat een van de dingen die we gedaan hebben, is dat we ook samenwerken Amsterdam en Rotterdam. Dat is een van mijn dromen geweest. De twee grote steden. Laten we die activisten samen met die ondernemers samenzitten. Als ik in Rotterdam kom, dan zie ik iets eigenlijk, en dat moet ik de Turkse doelgroep nageven. De helft van die oude wijken, ook die hallen waar ik laatst heb geparkeerd, de helft is Turks. En ik zie dat Turkse jonge mensen ondernemend zijn. Ik hoor van mijn witte vrienden, hoor ik ze, de samenwerking met Turken, en ik denk, precies wat iemand net vertelde. We hadden zogenaamde taalvoorsprong. We hadden dit. We sloten aan bij de cultuur. Het ligt aan ons. Ja. Wij zijn gaan slapen en wij hebben niet goed opgelet. Mm-hmm. Maar, okay. Als ik het... ik begrijp het. Het is nu oplossingsgericht. En met die oplossingen zitten we bij de Black Dots Community. Mm-hmm. Ja. En dat betekent dat die organisatie die gaat echt letterlijk en figuurlijk goed de markt op. Toeval wil dat ik een aantal van de kinderen die kind waren, kent in die organisatie. Brian, hè? Brian Seder. Ja, Brian Seder. Ja, de grote trekker. De man, dat is geen anekdote, hè? Want Brian die heeft in Californië 500 schaafijswagens, 600 neergezet en verkocht. Ja. Ja. En dat soort van zaken moeten ons kunnen triggeren om eigenlijk te zeggen van, hé, we kunnen het. Je bedoelt Surinaams schaaf? Ja. In Californië? In Californië. Ja, maar ik denk dat je dan ook, als je sowieso oplossingsgericht denkt, zoals mevrouw Elburg zegt, mm-hmm.
Daan, ik denk dat mevrouw Elburg het zelf ook heeft genoemd. Dat je eigenlijk in onze psyche moet gaan. We moeten anders denken. Ja. Want als je dus blijft denken van we kunnen niks. En je doet niks. Dan gebeurt er ook niks. Nee. We moeten anders denken, mevrouw Elburg. Ja, en dan wil ik u ook, wil ik u toch even, en daar zal Brian het heel erg mee eens zijn. Ik moet u corrigeren. Brian is een trekker, maar ik ben ook een van de grote trekkers. Ja, sorry, niet maar omdat ik hem toevallig ken, sorry. Ik begreep van Brian, jij bent, ik mag jij even zeggen, de spoken lady. The mind. The mind spoken lady. The mind. Okay. En als je het hebt over de mindset. Ja, oké. Okay. Brian en ik zijn elkaar een paar jaar geleden tegengekomen. We begonnen te praten en we bleken hetzelfde te denken. Oké. Okay. Hij is ondernemer en ik ben, ik kom in die organisaties en ik zie een heleboel dingen. En ik ben de trainer. Je bent visionair. Ik maak de trainingen om mindset, attitude en skills te veranderen. Dat is mijn expertise. Dus ik kan programma's maken om die mindset te keren. En wat ik heb bedacht is, wij moeten veel meer naar een move forward mind. Move forward mindset. Dat is wat we moeten doen. Als je dat, in, Nederland, veel... als je dat in Nederlandse taal zou vertalen? Hoe? Nou ja, goed. Wij zijn, kijk, wij zijn internationale mensen. Mm-hmm. Ik kan alles in Nederlands vertalen. Maar als ik zeg move forward mind, dan weet elke Suriname wat ik bedoel. Uh-huh. Maar goed, ik ga het toch vertalen. Dat betekent dat je een growth mindset, dus een op groei gerichte mindset, in plaats van een fixed mindset. Okay. Een fixed mindset is een mindset van, ja, het gaat toch niet lukken, we weten waar het van komt en het is zoals het is. Ja. Dat is een fixed mindset. En een growth mindset is, hoe gaan we van het nu, gaan we van het hier, verder komen met wat wij hebben. Oké. Wat mij ook opgevallen is, je traint leiders. Ik las toevallig een boek van een groot denker en die zegt van, leiders worden geboren, niet getraind. Deel je die mening ook? Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. En ik kan ook uitleggen waarom. Graag. Omdat iedereen heeft de opdracht om de leider te worden van zichzelf. Om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen geluk. En als je dat heel goed doet, dan ben je inspirerend voor anderen. En ik vind het dus gewoon, weet je, het grote probleem met ons is, dat wij dus, als iemand dat zegt, leiders worden geboren en niet getraind, dan betekent het dat wij het kunnen vergeten, want als wij geen leiders hebben, dan kunnen we het gewoon laten, want we zitten te wachten op een leider die ooit gaat komen. Gaat niet komen. Okay. Every single one of us. Iedereen van ons is in staat om aan zijn eigen leven richting te geven. Voor zichzelf te gaan staan. Dat wil niet zeggen dat je een grote politicus kan worden. Maar op het moment dat jij succesvol bent in jouw leven, kun je je neefjes, je nichtjes en je kinderen inspireren. Mm-hmm. Dus iedereen heeft de opdracht om de leider te worden, en daar gaat leiderschap voor mij over, de leider te worden van zijn eigen leven. Ik wil u hierbij aanvullen. Leiderschap begint al in je eigen community, hè, want het gaat thuis. Thuis, bij mama, papa, jijzelf ook, die in je buurt en alles wat je doet. Hè. Want bij die leiderschap, en vooral als het iets is waarbij je in goed uitblinkt, dan trek je ook mensen goed omhoog. Absoluut. En dat is de Absoluut. Kracht eigenlijk van een authentieke goed leiderschap. Natuurlijk, Absoluut. Daaromheen heb je de aantal skills die je moet gaan oefenen. Ik zeg het altijd zo, over die hele gemeenschap, op alle deelgebieden heb je leiderschap. En die leiderschap, die moeten we met elkaar kunnen verbinden. En dat is ook een van de zaken die we dan helaas nog niet zodanig tot onszelf hebben gemaakt om het te gunnen en om het te kunnen delen in een samenwerkingsverband. En dat is precies waar ik naartoe wil. Wat wij ook moeten oefenen en leren. We moeten niet alleen constateren dat we elkaar niks gunnen. Maar als het zo is, moeten we zeggen, oké, wat hebben we nodig? Welke skills en attitudes hebben we nodig om het wel te kunnen gaan doen? Laten we met elkaar gaan oefenen in dat nieuwe gedrag wat ons vooruit kan brengen. Want als je iets goed kan, dan moet ik jou die grani kunnen geven. Dat jij het goed kan. Wat kan ik van jou leren? Ja. Maar wat wij veel te veel hebben, is dat wij kijken naar leiderschap, naar mensen die iets goed kunnen. En dan gaan we er gewoon erachteraan.
Terwijl we allemaal op onze eigen manier talenten hebben en potentieel hebben om iets op poten te zetten. Om iets te doen. En er is nog iets met leiderschap. Dat is dat wij worden hier opgeleid voor een vak. Als we op school, naar school gaan. Dan gaan we hebben kennis om een vak uit te oefenen. Maar wat we daarmee doen is dat wij maar een deel van ons potentieel gebruiken. Dat heet talent. Maar eigenlijk kunnen we veel meer dan we denken. We kunnen veel meer. Ik kan opgeleid worden als bijvoorbeeld als econoom. En dan kan ik zitten wachten op iemand die me een kans gaat geven om in een bedrijf te gaan werken als econoom. Maar ik kan ook met diezelfde kennis, kan ik kijken wat ik er nog veel meer kan. Voor mezelf en misschien wel voor mijn community. Dus we kunnen veel meer ons potentieel oprekken. Maar wat we doen is, we kijken veel te nauw naar wat we kunnen en wie we zijn. We kunnen veel meer. Even tussen de Black Dutch community. De zaken die u uitzet, die heeft te maken dus met trainingen en Alphadam in samenhang. Praktisch voor Rotterdam. Wij zitten hier als drie oude mannen waarvan ik de oudste ben. Wat kunnen wij in Rotterdam dus gaan verwachten? Hier naast mij zit Rover Wij. En Rode heeft ook een droom. En die droom van Rode is om uit die eigen community te komen tot de bouw van een eigen centrum. Een Afro-Surinaam centrum. Als ik kijk naar uw visie en ik luister dus naar u, dan zeg ik van, hey Ro, deze mevrouw moet je nemen in je organisatie. Misschien dat Ro het kan vertellen, ja? Je zei een droom. Het is dus eigenlijk is het diezelfde constatering dat wij dus nu niks meer hebben. Puur op basis daarvan en op basis van die discussie. Toen je zei van, we hadden de Sun Club, oké. En toen zei ik ook van, maar dat is verleden tijd. Maar kennelijk zijn we dus niet in staat om een x-aantal mensen, een paar doeners te vinden. 1000 Surinamers die, laten we zeggen, 20 maanden lang 50 euro zetten. En 1 miljoen hebben. En tegen de gemeente zeggen van, kijk, ik heb hier een plan. Ga jij mij nou maar faciliteren, want ik heb een miljoen. Er is behoefte aan dit plan. Dus eigenlijk is het hetzelfde wat mevrouw Elburg zegt van, we kijken te veel van, we hebben niks. Maar we doen niks om te komen tot. Dus mijn initiatief was van, kunnen wij niet een haalbaarheidsonderzoek doen om te bewijzen dat we het wel kunnen? En als we zo'n onderzoek dus gaan doen, mevrouw Goed Elburg, wat zou u in deze kunnen betekenen? Telefoon die gaat dan rinkelen. Ja? Wat kunt u in deze voor ons betekenen hier in het Rotterdam, gelet op Amsterdam 020 en 010 Rotterdam? Mevrouw Elburg, als je even aanhoudt, er is iemand die dringend wil reageren. Tweede keer dat hij mee. Hallo? Goedemiddag. Zegt u maar. Mijn complimenten wat die mevrouw daar zegt. Maar ik heb toch wel nog een aanvulling. Ik heb net nog gisteren nog een onderzoek gelezen. Waaruit blijkt dat de meeste uitkeringsgerechtigden in Rotterdam zitten. Dus ik weet niet of dat er aanvulling is voor die mevrouw. Kan ze daarop ook reageren? Want ze praat over dat mensen elkaar dingen niet gunnen. En dat er toch vanuit onszelf dingen moeten ontstaan. Dat vind ik heel positief. Maar ik vraag me ook af, heeft het een niet met het ander te maken? Er zijn bijvoorbeeld te veel uitkeringsgerechtigden in Rotterdam. We staan op nummer 1. Gemeente Rotterdam. Staat op nummer 1 met uitkeringsgerechtigden. Het een heeft toch wel met het ander te maken. Dat wil ik gewoon even vragen als ze daar ook op kan reageren. Alsjeblieft. Dank u wel voor uw reactie. Dank u wel. Ja. Mevrouw Elburg. Dat zijn dus twee vragen die nu voorliggen. 1 vraag haalbaarheidsonderzoek. Ja, daar kom je straks op terug. Want ik wil dat u even, ik vraag of u die mevrouw even... Eerst die mevrouw. Als u deze dan onthoudt, dan kom ik daarop terug. Ja, tuurlijk. Het gaat over uitkeringsgerechtigden. Maar ik had die mevrouw willen vragen, bedoelt dat die uitkeringsgerechtigden of dat over de Afro-Surinaamse groep gaat? Of gaat het over uitkeringsgerechtigden in Rotterdam in zijn algemeenheid? Laat het hebben over Afro-Surinaamse groep. Ja, daar wilde ik het over hebben. Want we kijken veel te veel naar anderen. Ja, oké. Gaat het over Afro-Surinamers of gaat het over algemeenheid? Want ik weet ook dat Rotterdam ook een grote groep heeft van autochtone Rotterdammers en andere groepen. Kaapverdianen, Turkse, Marokkaanse. Snap je? Heeft het over onze groep of heeft het over
De hele groep. Nou, ik denk dat zij ze heeft iets gelezen dat Rotterdam de hoogste aantal uitkeringsgerechtigden heeft. En ik, voor zover ik weet, zijn er niet de Surinamers die daarom vraag ik dit ook. Maar ik wil daar wel iets over zeggen, want ik ben redelijk op de hoogte van deze facts en figures, zoals we het noemen. Ja. Wat ik wil zeggen is, kijk, er zijn een paar dingen op dit moment aan de hand. En daarom heb ik ook verteld, het belangrijke is dat ik op de universiteit zit. Wij weten dat tussen nu en 20 jaar de arbeidsmarkt heel erg gaat veranderen. Ja. Dus heel veel mensen, jonge mensen ook die op school zitten, die zullen heel anders moeten gaan kijken naar de toekomst van hun werk. Omdat de technologie heel veel impact gaat hebben over hoe wij werken. Maar ook gaan er heel veel banen verdwijnen. Maar er zullen nieuwe banen ontstaan. Wat ik probeer tegen de Afro-Caribische groep te zeggen is, ga kijken, ook als je een uitkering hebt, ga kijken welke nieuwe mogelijkheden er aan ontstaan zijn. Ik weet bijvoorbeeld van autochtone jongeren dat ze heel erg veel bezig zijn met start-ups. En allerlei dingen in die richting. Ik zie onze jongeren niet in die richting van technologie. Ik weet dat de overheid nu bezig is met een programma met autistische jongeren. Autistische jongeren die vaak heel erg gefocust zijn op computers. Ja. Die veel weten van gaming. Mm-hmm. Niet opgeleid zijn, want je kan er nog niet voor opgeleid worden. Maar heel veel die vaardigheden en die kennis hebben. Laten we kijken of er jongeren bij ons ertussen zitten die dit ook kunnen. En misschien kunnen kijken of er programma's opgezet kunnen worden voor hen. Want de toekomst is in de IT. En veel van onze jongeren zijn, net zoals autochtone jongeren, heel erg bezig met IT. Okay. Mag ik een aanvulling zetten op, goed hierop? Momenteel staat de Rotterdamse haven dus te springen op zaken op het gebied van logistiek. Ja. Vroeger was werken in de haven, sjouwen en dat soort van toestanden. Maar tegenwoordig gaat alles via computers, IT. Maar absoluut, het is een specifiek iets. Hè? En die jongeren die zijn niet aan te slepen. Want dat klopt. Dat wil ik dus ook toevoegen. Dus wij moeten kijken, dus als je als een ondernemer denkt, vandaar het Black Dutch Entrepreneurs, als je denkt als een ondernemer, want dat is te trainen en te triggeren, dan ga je kansen zien. Je gaat je mogelijkheden en ook de opleidingen die je gehad hebt, die ga je op een andere manier inzetten om te kijken waar de kansen liggen. En soms moet je misschien een workshop volgen of je moet verbinding zoeken met mensen die ermee bezig zijn. Maar wij moeten veel meer onze mogelijkheden gaan oprekken. Mm-hmm. En dat is een mindset. We moeten, ik hoorde toen ik in het programma kwam, hoorde ik dat heel veel van onze mensen zitten in, zorg en welzijn. Mm-hmm. En kapsalons en blablabla, allemaal prima. Maar wij moeten ook veel meer gaan kijken, wat zijn de mogelijkheden in de toekomst? En wie hebben wij aan boord die van nature die skills hebben? Want een heleboel van die vaardigheden, die kun je op dit moment nog niet eens, daar kan je niet eens opleidingen vervolgen. Maar als je het goed kan en je komt in die contraien terecht en in die netwerken terecht, dan kan je laten zien wat je kan. Mm-hmm. En we moeten meer gaan oprekken, veel meer breder gaan kijken. En vooral ook die waardering hebben voor de mensen. En vooral, want de overheid, ik ben blij dat u het zegt, de overheid is nu bezig met allerlei hoogleraren. En daarom is zijn verbinding met de universiteiten zo interessant. De overheid is nu bezig om, want voor decennia lang hebben ze gezegd dat mbo'ers, dat waren laag opgeleide, hadden dus laag opgeleide en hoog opgeleide. Ze zijn dus nu bezig om de terminologie te veranderen. We hebben mensen die zijn praktisch opgeleid en mensen die zijn theoretisch opgeleid. Zo beginnen ze de mindset al te veranderen, zodat mensen denken, maar wacht even, die mensen zijn niet laag opgeleid, ze zijn praktisch opgeleid. Ja. Maar ondertussen is er ontzettend veel stigma ontstaan, dat heel veel mbo'ers het gevoel hebben gekregen dat ze dom waren. Ja. Okay. En nu is zelfs de overheid bezig om die terminologie te veranderen, zodat ze wat trotser kunnen worden op de dingen, over de dingen die ze doen. Even terug naar de beller, hè? Want ik luister dus naar de stemklank van die beller en dan hoor ik een stukje boosheid. Ik mag het zeggen, want ik kan het analyseren. Nou, urgentie. Urgentie, hè? Ja. En praten we ook niet te veel vanuit die goed urgentie? Van ja, die mevrouw heeft mooi praten, maar als ik Pengel heet, kom ik toch niet aan een baan op die arbeidsmarkt. Nou, oké. Dan heb je twee dingen.
Twee dingen. Natuurlijk moet de overheid ervoor zorgen dat er genoeg banen zijn en stageplaatsen. En wij weten gewoon uit de keiharde feiten, zijn laatst ook weer onderzoeken gehouden bij uitzendbureaus, is dat wij ook in het verdomhoekje zitten. He, de Afro-Caribische jongeren. Dat weten we. Maar daarnaast, he, dus je kunt gaan zoeken naar een baan en wachten tot je kansen krijgt. Maar wat ik ook zie bij andere groepen, want wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Als ik kijk, ik neem altijd voorbeeld aan Chinese jongeren. Er zit in Nederland zit een hele grote groep Chinese jongeren die na de Tweede Wereldoorlog samen met al die Chinese-Indische restaurants hier naartoe gekomen zijn. Ze doen het goed op school. Dat zijn ook de feiten. Ik zie Chinese jongeren nooit bedelen om stageplaatsen en om banen. Wat ik zie is dat die groepen zelf gaan kijken waar ze kansen kunnen creëren. Je kunt ook gaan kijken wat moeten we creëren. Wie van ons kan wat? Hoe kunnen we onze koppen bij elkaar steken, zodat we misschien nieuwe dingen kunnen creëren, wat we kunnen aanbieden aan een samenleving. Wij zitten veel te veel te wachten op banen die er misschien niet zullen zijn. De spoeling is dun. Het is natuurlijk heel moeilijk als je jong bent om iets te gaan ontwikkelen waar je later geld mee kan verdienen. Maar als je vroeg, zo vroeg mogelijk begint. Ik werk nu met een paar jongeren die zijn studentondernemers. Dat doen heel veel witte jongeren. Studentondernemers. Terwijl ze studeren, zijn ze bezig om te kijken of kleine dingetjes die ze kunnen opzetten, of die gaan werken. Nou, op het moment dat je afgestudeerd bent, dan heb je misschien iets wat je kan aanbieden aan een bedrijf. Van kijk, dit heb ik ontwikkeld. Misschien wil dat bedrijf met me samen gaan werken. En zo kan ik zorgen. Ik ken bijvoorbeeld één Surinaamse jongen. Ik ga je verhaal vertellen. Die jongen, ik ben even zijn naam kwijt. Deze jongen die deed iets met evenementen, een hbo-opleiding. Festivals en evenementen. Deze jongen die is begonnen bij evenementen, bij festivals. Is hij begonnen met het oprapen van spullen die mensen vergeten zijn. Dus gevonden voorwerpen. Ja, waar is hij mee? Die mevrouw vroeg zich af wat ik bedoelde. Laat zij de verhaal even afmaken. Mag mevrouw Elbrug haar verhaal afmaken, alsjeblieft? Ja, dan wil ik die mevrouw graag horen. Ja. Ja. Deze jongen is begonnen met spulletjes die achter zijn gebleven bij evenementen. Die verzamelde hij en bij de volgende evenementen verkocht hij die spullen. Dus een soort recycling van de spullen, tenten, vestjes en dingen die waren achtergebleven. Deze jongen heeft een business opgezet, een Surinaamse jongen, op festivalterreinen, waar hij dus gewoon een goede naam heeft gekregen. En waar hij dus nu op alle festivals, de heel festivalterreinen, deze business mag uitrollen. Dat is ook ondernemerschap. En zijn studierichting was festivals en evenementen management. En hij zag dat mensen veel dingen lieten liggen. En hij is ermee begonnen in het kader van de duurzaamheid, spulletjes te verzamelen, te verkopen bij de volgende voor heel weinig geld. Daar heeft hij een business mee gezet en mag bij alle festivalterreinen, omdat mensen altijd dingen laten liggen, kan hij zijn business uitrollen. Wat laten mensen liggen bij een festival? Ik denk niet dat hij tweedehandse bekers gaat verkopen. Nee, maar bijvoorbeeld vestjes, brillen, vestjes, ze raken dingen kwijt, tenten die blijven liggen. Hij neemt die dingen op, hij stoomt ze of hij stopt ze af. Ja. Waardoor hij in een soort, we zijn nu ook heel erg bezig met duurzaamheid. Maar, hoe gaan wij om met spullen die we weggooien? Hij doet, is dat hij die wegwerpt, de dingen die weggegooid zouden worden en vernietigd zouden worden. Ja. In het kader van de ecologische duurzaamheid biedt hij ze weer aan. Ik denk, wij hebben dan de kringloopwinkel voor, maar dat ben ik dan. Ik heb een beller, hallo? Ja. Ik wilde nog even aanvullen, die mevrouw had het over dat ik bedoelde misschien in zijn algemeenheid. Nee, ik bedoel onze specifieke groep Surinamers. Ja. Ik heb een taalvoorbeelden. Ik woon in het oosten van het land, in het oosten van Rotterdam. En ik heb genoeg voorbeelden van jongeren die bijvoorbeeld een goede opleiding hebben, heel veel stage hebben gelopen. En, ze komen steeds tegen de muur, ze lopen nog steeds tegen een muur op van die werkgevers die bijvoorbeeld met allerlei problemen en ze zien gewoon hele andere dingen in die studenten en die jongeren om hun dus bijvoorbeeld een goede baan aan te bieden
of de kans te creëren voor hun. Want je groeit namelijk wanneer je dus alvast een baan krijgt. En je kan je voor jezelf dan wat geld aan de kant leggen. En dan kan je in een later leven altijd zeggen van, nou weet je wat, ik ga iets voor mezelf doen. Ja. Maar als je niet eens de kans krijgt tot de arbeidsmarkt, dan vind ik wel dat we dan heel makkelijk over de dingen gaan. Want Rotterdam is de havenstad van Nederland. Dus dat had eigenlijk niet gemogen, dat er zoveel mensen langs de kant staan. Er staan genoeg goede opgeleide studenten, mensen die van de ene baan naar de andere willen en die de kans niet krijgen. En als je bijvoorbeeld eventjes naar Amsterdam gaat, daar heb ik dan weer andere voorbeelden. Daar werken al mijn nichtjes, anderen werken bij KPMG. Eentje wordt dadelijk aangenomen bij de ABN vast. En ik heb zat mogelijkheden, dus dan vergelijk ik Amsterdam met Rotterdam. Rotterdam eigenlijk zich dit lot van die jongeren mogen aantrekken. Mevrouw, want als je mensen wil opleiden tot zelfstandig ondernemen, dan moet je ze ook alvast faciliteren. Ja. Gewoon een normale baan. Het is helder. En ik heb het over twintigers. Ja, oké. Ik heb het over twintigers. Ik begin al met een stage en dan een baan. Ik heb een voorstel. U heeft een probleem en er is een oplossing voor. Mevrouw Elburg die geeft even aan wat er gedaan dus moet worden. Kunt u buiten de uitzending ons uw telefoonnummer geven? Dat is de belste. En dan wil ik u in contact brengen met mevrouw Goed Elburg. Want ik vind het heel essentieel als we radio maken dat we merken dat het probleem onder onze neus hier is in Rotterdam. Dat we een oplossingsmogelijkheid kunnen hebben. Zullen we dat afspreken? Maar ik wil wel prima, op die mevrouw... Ik wil ook even in de uitzending reageren op die mevrouw, want deze informatie is belangrijk. Mm. Er is een onderzoek gehouden, ook in Amsterdam, de New Urban Collective. En die hebben een onderzoek gehouden naar de arbeidsmarktpositie van ook Afro-Caribische, heel specifiek Afro-Caribische jongprofessionals. En wat die mevrouw zegt, hè, dat wij ook achterlopen, ook op de achtermarkt, dat klopt. Maar ook in Amsterdam. U kunt wel nichtjes hebben die misschien als individu een baan hebben gevonden. Maar ik zal u vertellen dat de situatie van ook Afro-Caribische jongeren in Amsterdam niet rooskleurig is. En ik reik haar hiermee de hand. Maar ze heeft het erover dat ze eerst een baan moeten hebben. En dat ze daarna geld opzij kunnen zetten voor onderneming. En dit is nou precies waar ik naartoe wil. Is we moeten af van het idee... Dat mensen ons kansen moeten geven. Wij kunnen zelf voorafgaand aan voordat wij een baan hebben... Ja, maar hebben, mag ik even inhaken, mevrouw? Wacht even. Ik ken zoveel witte studenten die tijdens hun studentenperiode bezig zijn met kijken en creëren van kansen. Wat wij moeten is dat wij twee dingen moeten doen. Natuurlijk moeten we gaan voor die baan. Maar daarnaast moeten we kijken wat we nog meer kunnen, zodat we onze positie kunnen versterken op die arbeidsmarkt. Ook in Amsterdam hebben we allerlei programma's voor jongeren. Een van die programma's heet Passie voor je toekomst, ongekende talenten. We zijn voortdurend bezig met jonge Afro-Caribische jongeren om ze voor te stellen aan bedrijven. En een enkeling zal er doorheen komen, maar de grootste groep niet. Dus als u zegt, er is een verschil tussen Amsterdam en Rotterdam... dan is het probleem toch groter dan u dan voorstelt. Dan zijn er toch meer dingen die aan de hand zijn. Mevrouw, wacht even. Het gaat niet om wie er gelijk heeft. Want dat is ook de manier waarop we met elkaar omgaan. Er zijn meer dingen aan de hand. De werkgever moet ter verantwoording worden geroepen. Van waarom worden die mensen niet in dienst genomen? Als iemand is afgestudeerd. Mevrouw, ik wil af persoonlijk... van elke keer een werkgever ter verantwoording roepen. Ik wil kijken naar wat wij kunnen. Want er wordt onderzoek gedaan, hè. Onderzoekers doen dat en er zijn heel veel discussies over hoe werkgevers zouden moeten acteren. Tegelijkertijd moeten wij voor onszelf ook ervoor zorgen dat wij op een goede manier onze plek in die samenleving veroveren. Dus aan de ene kant hebben we mensen die de werkgevers ter verantwoording moeten roepen. Aan de andere kant moeten wij gaan bedenken, hoe gaan wij dit doen? Dus het probleem is groter, ik geef u gelijk. Maar wat ik heb gezien, en dan kijk ik af van andere groepen, is dat wij ook moeten gaan kijken naar wat voor mindset hebben we nodig om meer kansen voor onszelf te creëren.
Naast het feit dat we ook de werkgevers moeten aanspreken. En waar wij in Amsterdam op dit moment ook mee bezig zijn, en dat wil BDE gaan doen, is dat wij onze mensen willen leren dat er ook iets bestaat van, ga kijken hoe kunnen we kansen creëren voor elkaar. Hoe kunnen we met elkaar kansen creëren, zodat wij aantrekkelijk worden voor partijen om met ons samen te werken. Als wij kleine dingen kunnen opzetten, kleine programma's kunnen opzetten voor onze eigen mensen, waardoor onze mensen sterker worden, waardoor ze zelf, dus nu ook met in de toekomst met het verschuiven van de banen, die gaan veranderen. Als wij van tevoren kunnen bedenken, hé, maar daar liggen kansen, misschien ook in de haven. Misschien ook in Amsterdam. Dan zijn er misschien partijen die denken, hé, wellicht kunnen we samen met ze werken. Dus die afwachtende houding van die werkgevers die ons kansen gaan bieden, dan moeten we moeten er iets naast zetten. En dat is aan de ene kant gaan voor die banen, maar aan de andere kant ook kijken, wat kunnen we zelf? Nee, maar mevrouw Elburg, voor mij heeft die luisteraar het van... Het is makkelijk om ondernemer te spelen of te willen zijn, maar zonder kapitaal, zonder staatkapitaal. Ja, de bank gaat je, de bank neemt je. Dan kom je nergens, serieus, dan kan je hoor. Ook geen ondernemer worden, toch als je nooit gewerkt hebt, nooit als staatskapitaal. Wat je spaargeld is. Ja. Ik ga u de een bank. Geheim, dan moet ik u een geheim verklappen. Wat ik doe, ben ik 15 jaar geleden mee begonnen. Zonder geld. Mm-hmm. Alle geld wat ik had, heb ik gestopt in nieuwe opleidingen, omdat ik kansen zag op de markt. En maar omdat ik een zwarte vrouw ben, wist ik dat ze altijd certificaten gaan vragen. Ik ben niet eens begonnen om geld te vragen. Waar ik mee ben begonnen is, ik ben gaan werken en ik ben mijn mensen gaan mobiliseren. En ik heb langzaam heb ik mezelf laten zien. En toen werd ik gevraagd door universiteiten. Ik ben mijzelf gaan opleiden als bestuurder. Ik zit in een aantal raden van toezicht in Amsterdam. Het heeft mij allemaal geld gekost. Ik ben heel erg veel gaan investeren in hoe kan ik mezelf laten zien in een samenleving met een bepaalde expertise die ze graag zouden willen hebben. Maar ik ben eerst gaan onderzoeken wat zouden ze van mij nodig hebben. Ik wist, een bank gaat mij geen geld geven. Ik wist dat ze van alles en nog wat zouden vragen. Ondertussen heb ik na 15 jaar mezelf als merk zodanig op de markt gezet dat ik nu bij het Openbaar Ministerie, bij de Radboud Universiteit, bij het VSB-fonds en bij een heleboel bedrijven doe ik dingen. De gemeente Amsterdam heeft mij onlangs gevraagd om voor de tweede keer trainingen te geven aan jonge biculturele professionals, dat zijn vrouwen, om ze te trainen om bestuursfuncties zich staande te houden in bestuursfuncties. Nu komen mensen naar mij toe om mij te vragen. En al die dingen die ik gedaan heb, ik wist, mensen gaan mij niet binnenhalen, want ze gaan me geen kansen geven. Ik ben gaan kijken, wat hebben ze nodig, zodat ik hen kan helpen om die samenleving verder te helpen. Is een andere mindset. Dus ik ben geen enkele bank gaan beschuldigen, want ik weet, ik ga geen geld krijgen. De overheid gaat mij niet helpen. Want als ik kritiek heb op de overheid, zeggen ze allemaal slachtofferrol. Ik ben gaan kijken, wat moet ik gaan ontwikkelen, zodat ik onmisbaar ben in de dingen die ik doe. En die strategieën, die wil ik mijn mensen leren. Het is een andere manier van denken. Ja, ja, nee, maar wij denken nog altijd hoor, als je een zaak wil beginnen of business, maakt niet uit hoe mooi je ogen bruin zijn of zwart. Maar heb je wel geld nodig? Dat zeggen over wij ook. Van, je moet wel geld hebben om te kunnen ondernemen. Ja, nee, ik bedoel, niks ten nadele van van het succes van een individu, hè, maar dat ben maar jij. Maar ik zal u vertellen, ja. Wat je nodig hebt, wat je nodig hebt, is je bewustzijn van je economische waarde. Geld is maar één deel van de economische waarde. Wie ben ik, wat kan ik? En hoeveel geld kan dat opleveren? Dat is economisch denken. Misschien moet ik het kleiner maken. Ik ben kapper. Ik ben al gewoon... Ik luister verder. Oké, luister maar verder, mevrouw. Ik ben kapper. Ik wil nu een kapperszaak beginnen.
afgestudeerde kapper, hoe dan? Hoe verder? Moet ik dan? Ik moet toch ergens geld hebben om een plan te kunnen huren? Maar geld hoef je niet per se te lenen bij de bank. Nee. Bij wie dan? Hoe dan? Kijk, dat is een van de mindshifts, hè? Ja. Van genoeg denken wij dat het kapitaal ligt bij de bank. Waar ligt het kapitaal ligt bij je directe goed omgeving. Ik weet zeker dat jij meer dan 3 vrienden hebt die gewoon zeggen van, luister Frans, kom, ik wil 1.000 euro goed aan je stoppen. Ik wil 1.000 euro aan je stoppen. Goed, heb je goed 3.000. En ik denk dat die community thinking een heel belangrijk opzet is voor dingen die we op een gegeven moment zelf willen goed ontwikkelen. Ik denk plan. Dat ik juist 3 vrienden heb die bij mij zouden komen zoeken. Nou, dan heb jij het geld. Oké, Weet je, mag ik nog iets vertellen? Ja? Ik heb geprobeerd om heel veel trainingen, hè, dat, bij dat Move Forward Mind. Ik treed overal op, allemaal gratis. Wat het gekke ervan is, het is ook zoiets. Misschien herkennen jullie dit en heel veel Afro-Caribische mensen klagen hierover. Als je iets hebt en je wil het verkopen aan Afro-Caribische mensen, dan is er niet voor betaald. Is het altijd te duur? Het is altijd te duur. Wij zijn consumenten. Ik ken dat, mevrouw. Wij zijn geen producenten, wij zijn consumenten. Superconsumenten. Als je in de wereld komt, willen we dingen kopen. Ja, ja, maar wij hebben ons nooit afgevraagd wat onze black bodies waard zijn. Juist, man. Het zijn anderen die zien wat onze black bodies waard zijn. En die verkopen het voor peanuts aan anderen verder. Weet je, het grote probleem is dat wij iedere keer denken dat wij bij de gratie van de ander iets moeten kunnen. Ik heb nu, op de 15 mei, geef ik in Rotterdam, samen met Eden Askir. Eden is een Somaliër, die zit bij BDE. Eden was hier, Eden kwam hier toen hij 11 was. Hij was 11 en hij kwam als vluchteling hier. Met zijn moeder en een paar broertjes en zusjes. Hij woont nu in Dordrecht. Hij was 11, hij was nog nooit naar school gegaan. Hij is naar groep 6 teruggezet. Dit verhaal vertel ik heel veel aan Afro-Caribische mensen. Hij is naar groep 6 teruggezet. De jongen is nu 33, dus 22 jaar later, is hij fiscalist en hij werkt bij BDO. Een van onze grote accountantskantoren in dit land. Hij heeft bij dat kantoor heeft hij de Africa Desk opgezet. Waardoor hij mensen meeneemt ook om in Afrika te investeren. De moraal van dit verhaal is, Eden werkt samen met ons. En wat wij doen is, kijken naar elkaar van wat zijn we nog meer waard? Wat kunnen onze community nog meer brengen? Op 15 mei geven we een training, ik in mindshift, leiderschap. En Eden is in hoe kunnen we onze economie beter ontwikkelen? Hoe bereiken we economische zelfstandigheid? Economische zelfstandigheid begint niet alleen maar bij geld hebben, begint bij een mindshift. Samen geven we een training in Rotterdam. En die training moet je nagaan. Ik mag het best zo zeggen, we zijn 2 toppers. €50. Voor €50, omdat wij weten, heel veel van onze mensen worden gestuurd naar communicatietraining en weet ik wat dan meer. Betalen ze honderden euro's. Als wij deze training aanbieden, dan vragen mensen, ja, maar wat mag het kosten? En wat gaan ze ervoor vertellen? Wij hebben het niet alleen maar uit de boeken, maar wij leven dit ook. Wij hebben gezien wat wij waard zijn als we ons potentieel oprekken. Dus wat wij leveren is niet alleen maar wat je in de boeken leert, van je moet een ondernemersplan schrijven. Wij hebben gezien dat met de manier waarop wij ons leven hebben ingericht, dat we geld hebben verdiend, dat we succesvol zijn geworden. Voor Amerikanen die hier komen praten. Ik weet het van Stephen Graham. Mensen betalen honderden euro's. Ja. Honderden euro's voor mensen die in een andere gemeenschap leven. Wat ook heel goed is. Maar wij hebben hier ook mensen die van niks, van scratch zijn begonnen. Soms als vluchteling. Ik was een gescheiden moeder met 2 kinderen. En ik heb iets opgebouwd. En dat wil ik met mensen delen van jongens. Hoe gaan we het doen? Brian Seder, wat jij vertelde met die schaaf is. Brian werkte voor Blackstone of nog steeds. Over de hele wereld. Als een ondernemer, grote ondernemer. Hij zit in Brussel, Zwitserland, overal. Wij hebben de krachten gebundeld. We hebben de minds gebundeld en gezegd, onze mensen moeten dit weten. Het is te doen. We kunnen buiten allerlei overheden om. We kunnen buiten alle werkgevers om. Kunnen we ook goed kijken naar wat hebben wij. Wat is het wat mensen soms van ons kopen. En dat het maar voor zo lang duurt. En dan schoppen ze ons eruit.
Misschien kunnen we het zo gebruiken dat als we de power bij elkaar zetten, dat we dingen kunnen opbouwen, wat we verder kunnen verkopen aan de samenleving, onze mensen kunnen inspireren, maar waardoor wij op een veel hoger plan met elkaar komen. Dat is forward, denk ik. Oké, duidelijk. Het is mooi, 15 mei is het in Rotterdam, de wat is het, seminar, lezing, wat je training? Het is een training die we geven. Mm-hmm. Iemand die het heeft over economische zelfstandigheid, hoe ga je om met je geld? Mm-hmm. En hoe moet je dat doen? Hè, doen? En waarom moet je dat doen? Welke mind heb je ervoor nodig? Dat doe ik. Okay. Dus ik doe de mindshift kan en de attitude kan en de skills. En hij doet... En wat volgt er dan? Hoe moet je dat precies doen? Mevrouw Elburg, het laatste deel, dat was datgene waarmee de heer Verwij bezig is. En u zou er even nog op ingaan, goed als laatste. Zometeen vraag ik aan de mevrouw die gebeld heeft om de studio dus te bellen voor het telefoonnummer. Dan gaan we u. En we gaan elkaar, ik ga er ook bij zijn op 15 mei. Maar goed, dat deel van de heer Verwij. Dat was weer, u zou voor mij onthouden. Nee, ik kan u vertellen. Meneer Verwij heeft een plan bedacht. En hij is zo'n dinosaurus hoor, onder de ondernemers hier. Dus hij heeft een plan bedacht van, wat nou als 1000 Surinamers, hoeveel maanden erom? Nou, dus ik heb iets geroepen, zeggen. Okay. En het is in het verlengde van het streven, de doelstelling van die BDE, om onze mindset te veranderen. Mm-hmm. Ik heb gezegd van, in het verleden hebben we het dus niet gedaan, kennelijk, want anders stond het er. Maar we zijn nu 2018. Kunnen wij 1000 Surinamers vinden die hun mindset dus hebben veranderd en zeggen van oké, wij zetten 20 maal 50 euro bij elkaar in 20 maanden of 18. We sparen een miljoen. We schrijven ons plan zelf. We gaan een stukje grond kopen bij de gemeente en zetten een centrum op. Dat is die rode draad. Je zegt, waarom kunnen we dan? Want die moskeeën, die worden zo Ik kom straks met meer vragen op. Ik wil dat mevrouw... Nee, maar dat mevrouw Elburg dat weet van, wat is die rode draad? Kijk, je moet je voorstellen, het heeft alles te maken met vertrouwen ook. Hè? Juist, maar dat is die mindset toch? Dat is die mindset change. Ja, dat is die mindset. Die mindset is vertrouwen, maar die mindset is ook een hoger doel. Het hoger doel is het building our communities, community building. Dat is die mindset. Ja. En je moet je voorstellen, in de Verenigde Staten had je ook de dominees in die kerken. Mm-hmm. Het geld werd bij elkaar gebracht, zodat die dominees die kerken konden leiden. Ja. Het kwam niet van de overheid. Nee. De communities zetten hun geld bij elkaar, zodat ze in hun kerken troost konden vinden, mensen konden opleiden, hun gospel choirs konden laten zingen, omdat ze het nodig hadden. Ja. Dus het heeft ook te maken met onze mindset is, waar ligt onze urgentie? Ligt onze urgentie in weer een jurk kopen of een pata? Mm-hmm. Of ligt onze urgentie als een 50 euro per maand, en dat moeten we kunnen missen? Ligt onze urgentie bij het bouwen van onze community, waardoor onze kinderen, dat hoger doel, waardoor onze kinderen en ons nageslacht iets meer hebben Dan wij nu hebben, sinds we hier in de jaren 70 zijn gekomen. Ja, helemaal. Want zolang wij afhankelijk blijven van overheden, dan is het altijd tijdelijk. Oké, jullie willen wat, dat komt onder het kopje welzijn. Mm-hmm. Maar jullie moeten voldoen aan onze regels. En wanneer wij er genoeg van hebben, omdat we er gaan bezuinigen, dan pakken we het jullie af. Die structuur en die mindset, die moet veranderen. Wij moeten zelf wat gaan veranderen. En dat betekent dat wij ook moeten gaan werken aan het vertrouwen wat we in elkaar hebben. Dus als ik de trainingen die ik geef, die hebben ook te maken met hoe gaan wij dit dus doen? Hoe gaan wij het vertrouwen opkrikken? Hoe gaan we met elkaar om? Gaan we altijd met elkaar in concurrentie? Van ik heb nog een beter boek gelezen, dus ik ben beter dan jij. Wat ga je me komen zeggen? Die mindset moet naar, luister eens, wij willen iets achterlaten, een legacy, voor onze kinderen en onze nageslacht. Wat moeten wij leren om bij elkaar te komen? En hoe gaan wij elkaar aanspreken op gedrag wat onszelf en onze community ondermijnt? Want het heeft met gedragsverandering te maken. We moeten ons zo gaan gedragen, zodat wij vertrouwenwekkend zijn. Wij moeten elkaar gaan vertrouwen. En denken, weet je wat, ik zet deze 50 euro. Maar waar kan ik natrekken?
wat er met deze 50 euro is gedaan. Precies. Om je een voorbeeld te geven, heel concreet, de Black Archives in Amsterdam. Dat is van Mitchell Isaias, die wilde, dat zijn jonge intellectuelen en die vonden dat wij geen archieven hadden. We hadden geen archieven, onze geschiedenis staat niet in allerlei geschiedenisboeken. Ze zijn archieven begonnen en zijn boeken gaan verzamelen, gaan kijken welke Surinamers boeken in huis hebben. Ze zijn archieven begonnen en ze hebben rondleidingen waar scholen en universiteiten ook betalen, dat is in Vereniging Ons Suriname, betalen om hun verhaal te horen. Deze jonge mensen vertellen zelf het verhaal en mensen betalen geloof ik 10 of 15 euro voor rondleidingen. Wat ze nu hebben gedaan is, ze hebben alles bij elkaar gebracht en ze hebben een crowdfunding actie gehouden. En ze hebben behoorlijk wat geld ingezameld, ik geloof zelfs 10.000 euro. Ze hadden 6.000 nodig om kassen te kopen en om systemen te kopen waar die boeken in konden staan, zodat ze hun verhaal konden vertellen. Ze werken samen met jonge conservatoren, allemaal Afro-Caribische mensen die werken in musea, die kennen dat vak. Ze hebben een tentoonstelling opgetuigd, daar moet je voor betalen. Dus ze hebben niet gewacht totdat de overheid ze geld heeft gegeven. Ze zijn zelf begonnen en gezegd, wij zijn midden 20, dit is wat wij willen. Als wij klagen dat onze geschiedenis niet in boeken staat, dan gaan wij zorgen dat onze geschiedenis ergens staat. Yes. Wij gaan samenwerken met Vereniging Ons Suriname. En wij gaan ervoor zorgen dat als wij daar zitten, dat wij de huur kunnen betalen voor Vereniging Ons Suriname. Nou, ze hebben nu een archief, een beroemd archief, de Black Archives. Ze hebben zelfs Nieuwsuur gehaald. En dit is een van de uitvloeisels van het activisme uit Amsterdam. Oké. Goed. Mevrouw, en even tot slot, de laatste zin. Toen ze de Black Archives hadden, toen is het journaal naar ze toe gegaan. Want die vond het een goed idee. En toen kwamen universiteiten en allerlei, ook witte mensen, die zeiden, dit is een belangrijk instituut, dit vinden we goed. Dus die hebben ook geld gegeven. Maar zij zijn eerst begonnen van scratch met niks. Oké. Mevrouw Elburg, het verhaal van de Black Dutch BDE community is helder. De inspiratie is gigantisch. Bedankt voor deze mooie openbare college. Ik denk dat we u vaker in onze uitzending zullen moeten hebben, omdat die inspiratie naar deze kant toe zeer nodig is. Ja. En daarnaast zal ik uw telefoonnummer ook doorspelen aan de heer Verwij. En dan gaan we aan de slag. Ja? Dat is goed. Ik wil wel even reclame maken voor Black Dutch Entrepreneurs. Ja, zeker. Dus als mensen dit googelen, dan komen ze op onze website terecht en dan kunnen ze zien wat we doen. Wij zoeken meer leden. En we kunnen mensen trainen om in deze mindset verder te gaan, zodat wij een zaadjes kunnen planten. We hebben ook een afdeling voor jongeren. Die wordt gerund door Roy Lansdorf, jongens 21. En die jongens doen het fantastisch, want we moeten nieuwe leiders ontwikkelen. Okay. En dat is aan ons belang. En het is onze verantwoordelijkheid om het te doen. Grand dank, Sisa. Oké. Okay. Ik ga toch nog wel even iets... De heer Verwij had de opmerking. Ja, nee, over dat van 15 mei. Kunt u dat nog even herhalen? Want ik heb wel belangstelling. Ja, er is een training. 15 mei. Ja. Als, het is een training. Twee mensen. Hè, dus ook één, de mindshift. Hè, een soort van move forward mindset. En de andere is, hoe ga je om met je economie, hè, en met fiscale vraagstukken. Ja. Twee mensen, Erin Askeer en ik, Astrid Elburg, in Rotterdam. Ergens, ik weet de locatie nog niet, dat krijg ik toch doorgemaild. Okay. Op 15 mei in Rotterdam. Het kost 50 euro. En als we naar onze website gaan, en het, ik moet je eerlijk zeggen, het is schande dat ik het niet uit mijn hoofd weet, maar als je Ik weet het wel. Als je Black Dutch Entrepreneurs, dan komen we vanzelf. Ja, okay. Maar daar staat dus in ieder geval de volledige informatie.